Ik heb vaker gevraagd wat ik allemaal in de deeg van de lumpia zet. Melk, sowieso. Water, ik heb de afgespoeld. 3 lepels van de maïzena. Een beetje knoflookpoeder. Verse knoflook, heel fijn gemalen, mag ook. Beetje zout, magie blokjes, mag ook. En bloem. Eieren natuurlijk. Van de lumpia heb ik gemaakt. Een olie, ui en knoflook gefrituurd. Kipfilet heb ik gekookt, gepluist. En erin gedaan. Kousenband, spitskool, tauge, wortels en selderij. Zout en magieblokjes naar smaak. Lumpia time, een beetje. Een boter. Kijk, dit is het deeg. Het is niet te dik en niet te dun. 1 lepel zo en door de pan heen verdelen. Dit is de vulling. Kijk, hier heb ik de plaat. Zet ik de vulling erin. Zo ziet de lumpia eruit. En vouwen. Ik weet niet of het met één hand gaat lukken, maar ik probeer het zo. Kijk. Kijk, de deeg moet niet te dik of te dun zijn. Zo, een lepel erin. Verdelen door de hele pan. Voor de lumpia. Dit is de vulling. Dit zijn de lumpia's. En dit is de vulling. Zet ik in de lumpia. In de deeg. En dan ga ik rollen. Zo. Zo. En zo. Appel gekookt en gestampt. Kip gekookt en gepluist. Dus alles zit hierin. Hierin heb ik rode bieten, mais, augurken, gepluiste kip. Nu ga ik de aardappel, mayonaise doorheen doen. Ananasstukjes kan je ook bij doen. Of appel als je lust. Heerlijk. Nu ga ik de mayo erbij doen. De salade is al klaar. Lekker spekjes gemaakt. Lekker kip. Oké, de kip was al klaar. De bami even. Lekker hoor. Yeah.